De Sociaal Economische Raad, SER, heeft tijdens een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi adviezen vanuit de Raad ten aanzien van economische maatregelen van de overheid nader besproken. Het gaat in deze om maatregelen die de overheid heeft getroffen of voornemens is in te voeren om Suriname uit de crisis te halen. Dit gesprek vond plaats op 4 januari 2021. De president heeft ons uitgenodigd om met ons te praten over het eerste grote SER-advies wat we aan de president hebben gegeven. En de president had ons advies gevraagd over de nota van de minister van Financiën over het beleid tot macro-economisch herstel. En het ging er eigenlijk over om welke de eerste noodzakelijke maatregelen zijn om uit die hele precair sociaal-economische situatie te komen. De SER heeft een heel lijvig advies gegeven aan de president. En eigenlijk was het vandaag om het een en ander te bespreken over de adviezen die we aan de president hebben gegeven. De adviezen zijn heel breed. Die hebben te maken als eerst met de monetaire maatregelen. Die waren eigenlijk al genomen voordat het advies binnenkwam. En dat was eigenlijk de wisselkoers. Die ging van 7,52 naar 14,29. Maar ook een heleboel fiscale maatregelen waar de president ons advies over heeft gevraagd. Als eerste afbouw van EBS-subsidie en de aanpassing van de tarieven. Afbouw van SWM-subsidie en ook de aanpassing van de tarieven. Aanpassing van de omzetbelasting bij invoer van 10% naar 12%. Ook aanpassing van de royalties. Aanpassing van grondhuurtarieven en grondconversie. U weet, dat is ook een manier om inderdaad onze inkomsten te verhogen. Maar ook de aanpassing van exporttarieven van hout en vis. Ook herschikking van vrijstaande van onze kapitaalinvesteringen en halffabrikaten. En natuurlijk zuinigen van het overheidsapparaat. Het gaat in de economie niet alleen om verhogen van inkomsten, maar ook bezuinigen. En het onderhandelen en herschikken van de leningen. En de president heeft heel breed inderdaad uitgelegd dat hij heel blij is met onze adviezen. Ze zijn heel gedegen. Ze geven ook een manier aan hoe beetje bij beetje de adviezen geïmplementeerd kunnen worden. Dus wij zijn heel content met dit gesprek met de president. Hij geeft ook een heel optimistische view over hoe niet alleen in de eerste fase, maar ook tweede en derde fase, dus urgentie, stabilisatie en groeifase, hoe we met z'n allen naar een betere samenleving kunnen gaan. De minister van Financiën heeft natuurlijk ook een groot sociaal pakket al in place. Wij van de SER een zogenaamd sociaal vangnet. En door de regering waren wat dat betreft al een zestal maatregelen voorgesteld waaruit het sociaal vangnet zou bestaan. U weet dat er de implementatie van AOV van 525 naar 750 per maand, algemeen kinderbijslag van 75, van 50 naar 75, alhoewel het lijkt op een hoge verhoging, is substantieel het geld eigenlijk nu ook inderdaad ontzettend ontwaard. Dus we denken dat daar ook opnieuw en zorgvuldig naar gekeken moet worden. En de maatregelen die de minister van Financiën heeft genomen, daar staan we ook achter. Het sociaal vangnet moet een integraal pakket zijn, waarbij dus niet alleen de zaken van geïsoleerd gedaan worden, maar de president geeft ook aan dat het een holistisch programma is. Dus het zijn geen maatregelen die beetje bij beetje genomen worden, maar het is een integraal pakket. Hij geeft ook aan dat wanneer we gaan van de urgentie naar de stabilisatie en daarna pas naar groei, dat urgentie, alles wat eigenlijk niet goed is, dat we daar een goed fundament van moeten zetten. Een heel basisstevig fundament en dat we daarop gaan bouwen. Dat er geen verzakkingen zijn en dat het niet opnieuw instort. Ik wil aan de hele samenleving aangeven, het is een heel moeilijk jaar geweest. COVID heeft de wereld op een heel andere manier niet alleen laten zien wat belangrijk is, maar ook wat onbelangrijk is. COVID heeft ons ook laten zien dat we heel veel kunnen zonder dat we direct altijd aanwezig hoeven te zijn. COVID heeft ons ook geleerd dat we niet zoveel dingen nodig hebben in het leven. Dat we ook met weinig tevreden kunnen zijn en ook op het best goed uit kunnen komen.
Ik wil die hele samenleving heel veel zegen, maar ook veel gezondheid toewensen. En u aangeven, blijft u optimistisch. De president en zijn team heeft een hele mooie visie hoe we naar een beter Suriname mogen gaan. Met heel veel zegen. En als iedereen vanuit zijn eigen kant zijn eigen kleine bijdrage gaat geven, ben ik van overtuigd dat we allemaal kunnen groeien naar een betere samenleving.